is vandaag... Hoe dag is het vandaag? Woensdag. Het is vandaag woensdag. Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe quarantaine en chill. Ik ben best wel buiten adem. Het is volgens mij 10:45 of zo. En vanmorgen moest ik mijn scooter naar de winkel toe brengen waar ik mijn scooter gekocht heb. Omdat er een expert komt kijken naar de schade. Want een tijdje geleden is mijn scooter door iemand anders omgevallen. En dat was best wel een hoog bedrag. Dus nu komt er een expert zeg maar kijken of dat echt zo is. Dus daarvoor moest ik mijn scooter wegbrengen. En ik ga vandaag afspreken met Dagmar en Zoe. En we gaan een video opnemen. En ja, Dagmar en Zoe heb ik gewoon al gezien in quarantaine. En we zijn gewoon bij Zoe thuis. Dus ja. Dagmar die komt zo meteen hierheen. Dan komt ze ontbijten. Gaan we eventjes met z'n tweeën ontbijten. En dan gaan we met de auto naar Zoe. Maar ik kan niet mega lang blijven. Want ja, waarschijnlijk moet ik eind van de dag gewoon mijn scooter ophalen. Want die winkel gaat om 4 uur dicht. En ik hoop dat ik hem vandaag trouwens kan ophalen. Vanavond gaan we bij mijn moeder eten. Miel en ik. En Sam en Joy zijn er ook. Dus dat is heel erg gezellig. En ik heb mijn nieuwe schoenen aan. Ik ga het even laten zien. Kijk nou even hoe leuk ze zijn. Ik vind ze zo leuk. Ik heb vandaag deze broek aan van de Monkey. Met een halterbody van de Zara. En dan ook dit kimonootje van de Zara. Maar die heb ik echt al 2 jaar volgens mij. Dus die hebben ze denk ik niet meer. Maar voor de video vind ik het dan leuk om hem zo te dragen. Maar we gaan een video straks opnemen ook. En ja, I like it. Ik ga nu eventjes wachten. Oh nee, ik ga eventjes wat olie in mijn haar doen nog. Want het is een beetje statisch. Even wachten tot Dagmar er is. Om te ontbeten. En ik ga even mijn camera in de oplader doen trouwens. Want als we straks gaan filmen heb ik natuurlijk wel batterij nodig. En ik ga vandaag kijken of die tie-dye hoodie gelukt is. Maar dat moet ik ook filmen. Dus ik denk dat ik dat vanmiddag pas doe. Want daar heb ik nu niet echt tijd voor. Zo staat hij denk ik wel goed. Oh. Jij zit ook echt zo matchy met dat kussentje. Ja, jij ook. Oh ja. Oké, zit hij zo goed? Ja, toch? Even kijken hoor. Opgenomen. Ik ben met Dagmar bij Zoe. Zoe is boventjes even wat pakken of zo. We hebben net een Most Likely To Tag video opgenomen. Ik weet nog niet wanneer die online komt eigenlijk. En ze zijn boven de badkamer aan het verbouwen, dus dat is wat je hoort. En we gaan nu naar de McDonald's. Ha 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 ha. Lekker eten. Wat zoek jij? Wat? Hij zei, wat zoek jij? Ik zocht mijn aansteker. Oh. Voor de kaartjes. Ja, goedemiddag. Mag ik 2 quarter pounder menu's? Witte. Ja. Allebei. Drinken. Wat willen jullie drinken? IJstee. IJstee en een cola. Zit het als koud. En een losse quarter pounder. Ja. Met spaarrood. Nee, dat niet. Nee, dat was het. Dan begon door net. Ja, dank u. Lekker. Quarter pounder. Oh, nou weet ik helemaal niet of dit lekker is. Ik heb hem nog nooit gegeten. Oh ja. Weet je wat ik dus laat zag bij iemand? Oh, wacht. Dan heb ik wat gegeten. Walter, ja. Ik de algeurige ruiten laten. Kijk, ik zag dus dit bij iemand. En die deed dan aan de andere kant zijn patat. En dan hing dat zo. Dat is van TikTok. Nee, van zo'n filmpje. Wacht, hier ben je patat. Ja, dat gaat sowieso uit mezelf. Ik ga even een raampje opzetten, jongen. Oh, shit. Oh, wat warmte, ja. Dag, maar staan je lampen uit? Nee, ik heb geen lampen meer aan. Oh. Voor het? Ik heb nu gewoon mijn auto helemaal uit. Vorige keer was de accu leeg. Ja. Stonden we daar? Nou, we gelukkig dat we bij de McDonald's stonden waar een benzinestation was. De wette. Kijk, die 2 cameraatjes staan dan naast elkaar. Baas boven baas hoor. Oh, lekker. Kijk, en dan kon je zo tussendoor drinken. Zo. Lid. Wat, maar wat nou als je die hamburger eruit haalt? Oh ja, dat valt dom. Ja, eerst moet ik dat maar eten. Wist je dat dit echt al de 4e keer is? Oh, 3e. Dat ik Mac eet. Ik dacht trouwens dat jij je levensstijl ging aanpassen. Ja, dat heb ik ook gedaan, maar ik ben weer terug bij elf. Oh. Ja, het is ook moeilijk nu. Maar de sportscholen gaan er bijna open. Noem maar. Wat? De sportscholen gaan er bijna open. Echt? Ja, 21 mei of zo.
Nou, ik heb nu een hele sportschool bij mezelf, bij mijn huis gecreëerd. Ik vind het wel goed zo. Je moet echt de video's kijken van Pamela Ray. Die heeft allemaal van die sportvideo's. Nou, ik ben helemaal buiten adem iedere keer na 20 minuten. Ja? Ja. Echt een topvrouw. Hebben jullie die video gekeken van Nikki Tutorials en Davina? Ja. Kippen. Geweldig. Ik moet eerst zeggen, ik heb niet afgekeken, want ik had geen tijd meer. Maar ik vond het ook creatief ook. Ja. Ja, maar echt, die tekst maakt zo goed. Ook lekker, ja. Ja, Davina is gewoon echt een toppertje, vind ik. Maar ik vind haar ook zo... Ze zingt niet zo heel uit de hoogte ook, zeg maar. Ja. Ze is gewoon leuk, spontaan. Ja. Maar ook als zij er strot over trekt voor haar, is het gewoon alsof ze praat. Mm-hmm. Ik vind haar zoveel leuker ook dan Maan. Jawel. Ja, ik ook. Ik vind Maan wel leuk. Nou, ik vind Maan haar liedjes wel leuker, maar ik vind Davina veel mooiere stem hebben. Ja. Ja. Wat is dat? Dat geluid. Ja, het is heet. Nee, dat geluid. Maar we staan wel op een industrieterrein. Ik weet niet wat mijn dingen hier gebeuren. Ik hoor niks hoor. Wat hoor jij dan? Een soort mannenscheven. Nou, ik hoor helemaal niks. Ik ben thuis van Zoe, was heel gezellig. En er zijn een paar pakketjes binnen. Eentje van de Zara en Stradivarius. Maar die ga ik niet laten zien, want daar komt een aparte shoplog over binnenkort. Maar ik heb dus van bij Mas nog een pakketje gekregen. Super lief. Ik weet niet wat het is. Heeft weer super bedankt voor je enthousiasme op YouTube. Vind je zo leuk. Hierbij nog wat leuke topjes. Veel plezier ermee. Liefst bij Mas. Heel erg schattig ingepakt. Kijk nou. Wat leuk papier. Ik heb dus oprecht geen idee wat het is. Maar daar gaan we snel vanaf achterkomen. Oh, dit is heel schattig. Oh, heel leuk. Dit is dus een crop top. Ze vroeg al van, hou je van crop tops of niet? Ik zei, ja, daar hou ik wel van. Vind ik wel leuk. Oh, dit is heel leuk. Even kijken hoor. Even vastmaken, dan kunnen jullie het wat beter zien. Kijk nou. Oh, heel erg leuk. Topje is dit. Echt heel schattig met van die mouwtjes eraan. Ik zal het vanavond wel eventjes passen, maar daar heb ik nu geen tijd voor. Want we gaan zo meteen naar mijn moeder. We gaan daar eten. Oh, deze vind ik heel leuk. Kijk nou. Dit is ook een crop topje. En dan bij de mouwen is die van kant zwart. Dit is heel leuk. Oeh, heel leuk. Oké, ik ga dit vanavond even passen als we terug zijn. Dan kan ik het aan jullie laten zien. Ik ga even plassen. Even dit allemaal boven leggen. En dan gaan we met de scooter van mijn vader naar mijn moeder. Want mijn scooter, ik ben nog niet gebeld dat ik hem kan komen halen. Het is 4 uur en ze sluit om 4 uur. Ik neem aan dat ik hem vandaag niet meer kan halen. Dus ja, we moeten wel op de andere scooter. Een lekker ijsje, een lekker ijsje, een lekker ijsje, een lekker ijsje. Dan blijf ik erin. Nou. Wij zijn weer thuis, ik lig op de bank. Ik ga eventjes mijn video bewerken die morgen online komt. Met een dekentje, want het is een beetje koud. Dus ja, dat ga ik nu doen. Ik heb eventjes wat anders aangetrokken. Even lekker een chill pakkie. En dan ga ik mijn video bewerken. En dan zometeen denk ik eventjes wat leuks kijken. Zo met mij ook. Ik weet niet, hij zit nu op de PlayStation. En ik heb nog steeds mijn scooter trouwens niet opgehaald. Maar hij belde om 7:15. Ja, je scooter is klaar. Ik zeg, oh, oké, dan kom ik hem halen. Zegt hij, we gaan wel voor een kwartier dicht. Ik zeg, oh, nou, laat maar, ik haal hem morgen wel. Want ik moet morgen toch eventjes naar de stad. Omdat ik binnenkort... die winactie had dat ik vertelde. En dan mag ik zelf ook iets van die collectie uitzoeken wat we weg gaan geven. Ik hoop dat de winactie vrijdag online komt. Als jullie deze video zien. Dus check eventjes mijn Instagram als jullie willen weten of er een winactie online staat of niet. Maar dat item mag ik dus ook zelf uitkiezen in de winkel. En ik mocht eventjes wachten op de nieuwe collectie. Of ik misschien wat van de nieuwe collectie zou willen. Dus daar ga ik morgen ook eventjes heen. Maar voor nu eventjes de video bewerken. Nou, het is weer einde van de dag. We gaan slapen. Het is 1:15. Dus doei. Slaap lekker.